Ik ben ooit in 1998 begonnen als consultant bij Acto. Met name eerst bezig gehouden met de algemene kennis van het pakket. Daarna steeds meer gespecialiseerd in de logistieke kant van de processen. Daarnaast ben ik op een gegeven moment ook me bezig gaan houden met een stuk productontwikkeling. Een stuk afstemming van de processen bij de klanten met de software zoals die er is. Je hebt heel veel eigen verantwoordelijkheid. Dat is heel prettig. Je hebt voldoende mogelijkheden ook om jezelf te ontwikkelen. En zeker met de major release waar we nu bezig zijn en alle ontwikkelingen die op dit moment spelen in de markt, neemt het zo'n vogelvlucht, waardoor het gewoon nog een keer extra leuk wordt qua werkzaamheden en dat ook nog een keertje bij een heel leuk bedrijf. Dus bij Actowerk heeft voor mij altijd bijna gevoeld als thuiskomen. Met collega's nemen de tijd voor je en hebben de tijd voor je, maken tijd voor je. Iedereen kan goed met elkaar overweg. Het is niet zo dat er echt een hokjesgeest heet of zo. Ik gooi mijn probleem over een schutting en de rest zoekt het maar op. Nee, als er ergens iets speelt, dan pakken we dat gezamenlijk op. Wat ik aan de andere kant heel erg leuk vind van Acto en mijn collega's, is dat ze mij al jarenlang steunen voor de goede doelenacties die ik doe. Ik fiets ieder jaar voor een goed doel sinds 2012. En ik krijg toch ieder jaar een mooie bijdrage vanuit Acto. Ze hebben nog wel eens op home trainings hier voor en achter op gezeten om donaties bij elkaar te fietsen. Dus dat vind ik erg goed ook vanuit de organisatie.